Het is nog steeds koud buiten, maar de zon schijnt al wel volop. Een zonnebril zorgt ervoor dat je heel veel rimpels en kraaienpootjes niet meer ziet. Maar met de tips van huidcoach Marielle Eggekamp van Hanna voorkom je nog meer rimpels. Factor 10, factor 15 en factor 30. Ik kies automatisch voor 30, want dan kan ik altijd lekker lang de hele dag gewoon in de zon blijven liggen en af en toe nog een beetje bijsmeren, toch? Nou, dat is niet helemaal waar. Als je denkt aan factor, dan denk je van oké, ik kan dus met een factor 10 keer langer in de zon liggen als dat ik dat normaal kan. Dus kan je normaal gesproken een kwartier zon verdragen of een half uur zon verdragen, totdat je verbrandt. Dan kan je met een factor 10, kan je dus 10 keer langer dat half uur gebruiken. Maar waar veel mensen dus over gaan, is dat ze zeggen van nou, zolang ik blijf smeren, kan ik dus maar blijven. Maar je koopt niet meer tijd bij. Niet met elke keer bijsmeren kan je dus weer 10 keer langer in de zon blijven als voorheen. Je bent begonnen zeg maar om 8 uur 's morgens, of om 10 uur 's morgens dat je in de zon ging. En dan moet je dat 10 keer dat half uurtje, op een gegeven moment is dat op. En met bijsmeren kan je niet nog langer dan die 10 keer dat half uurtje. Begin ik dat niet weer opnieuw? Nee, je begint nooit opnieuw. Je begint bij je begin. Je bent om 10 uur in de zon gegaan. En je bent begonnen met elke 2 uur of met elke anderhalf uur een bescherming bij te smeren. Maar je begint niet elke keer dat je smeert weer overnieuw met 10 keer dat half uurtje extra. Om 10 uur 's morgens, 10 keer een half uur, dan heb je 4 uur. Dus na 4 uur moet je de zon uit. Klaar. Over. En ook niet als ik tussendoor even douche? Nee, want je hebt die zoveel uur zon heb je al gehad. Dus dan ga je daarna toch verbranden of je huid te veel beschadigen. Hey, en op de ene verpakking staat er SPF 10, de ander 15. Maar ik zie ook wel eens high protection staan. Ja, als het goed is gaan de SPF's eruit vroeg of laat. En dan wordt er alleen nog maar gewerkt met low, medium en high protection. En dat is eigenlijk bedoeld juist om die die zaken die ik je net eigenlijk vertelde, over dat mensen dus denken dat ze zoveel uur kunnen extra liggen, om dat uit de wereld te helpen. En Marielle, heb je nog een andere zonnetip? Ja, ik heb nog wel een tip van wanneer je kunt, hoe je kunt zien dat er niet meer zoveel UVB in de zon zit dat je verbrandt. Want UVA zorgt voor de veroudering en UVB zorgt voor het verbranden. Een UVB is op zijn sterkst tussen 12 en 3 en daarna gaat de zon weer dalen. En op het moment dat de zon zo ver gedaald is dat jouw schaduw langer is dan dat je in real life bent, dus langer dan jezelf, dan is de UVB uit de zon verdwenen en dan zal je dus ook niet meer verbranden. Hey, dat is een tip. En de UVA? UVA, helaas blijft UVA van 's morgens zonsopgang tot zonsondergang even sterk aanwezig. Winterperiode, bewolking, door glas, UVA gaat alles aan. Dus wat dat betreft zouden we dus, als we ons willen beschermen tegen verouderen, het hele jaar door met een zonnebeschermer moeten werken. Want de UVA heeft het nergens over. Hè, balen. Ja.